Het lijkt erop dat Douwe Bob niet helemaal begripvol reageert op de ervaringen van zangeres Steen Den Hollander, beter bekend als S10, met het Eurovisie Songfestival. Hij lijkt te suggereren dat ze niet had moeten verwachten dat alles van een leien dakje zou gaan. Je bent jong en je wil wat, toch? Dat is wat wij doen. Je wilde het toch, weet je wel? Jij wilde daar zijn, ik wilde daar zijn. Dacht je dat het songfestival helemaal chill zou worden? Nee man, super hectisch. Natuurlijk. Dat is het spel. Steen den Hollander heeft echter aangegeven dat haar persoonlijke grenzen niet werden gerespecteerd tijdens haar deelname twee jaar geleden. Ze beschrijft de Italiaanse organisatie als onprofessioneel en merkte op dat de omgangsregels anders zijn dan wat ze gewend was in Nederland. Het contrast met de gestroomlijnde aanpak die ze gewend was, was duidelijk voelbaar voor haar. Deskundige Bart Ettekoven, die te gast was bij Show News, benadrukt dat Steen zich duidelijk onprettig voelde achter de schermen van het zongfestival. Hij wijst erop dat dit niet op zichzelf staat, verwijzend naar andere artiesten zoals Joost Klein, die vergelijkbare ervaringen hebben gedeeld. Douwe Bob daarentegen lijkt zijn eigen ervaring op het Songfestival, waar hij in 2016 aan deelnam met het nummer Slow Down, te romantiseren. Voor hem was het gewoon supervet en een van de leukste dingen die hij ooit heeft gedaan. Hij lijkt niet aan te sluiten bij de klachten van Steen en andere artiesten over de omstandigheden achter de schermen. Evert Santegoeds van Privé voegt eraan toe dat het Eurovisie Songfestival de grootste tv-show ter wereld is en dat het van belang is dat artiesten zich goed voorbereiden en weten wat hen te wachten staat. Hij lijkt impliciet te suggereren dat als je niet tegen de hitte kunt, je beter uit de keuken kunt blijven. De discussie rondom de ervaringen van artiesten op het Eurovisie Songfestival laat duidelijk zien dat er verschillende perspectieven en ervaringen zijn. Terwijl sommigen het zien als een opwindende kans en een hoogtepunt in hun carrière, ervaren anderen het als een uitdagende omgeving waarin hun persoonlijke grenzen mogelijk niet worden gerespecteerd.